Hele goede morgen. Ik ben hier samen met mijn Starbucks en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. We zitten in de auto. Ik ben een keer achterin samen met moeders. Hallo kind. En met Rick. Hallo zuster. Zuster. Maar we zien er fancy uit. Ik heb een witte broek. Hij is nog wit. Ja. Ik ben benieuwd zo, hoe lang dat nog gaat duren. Maar het is 9:45 en wij zijn onderweg naar de Sponga in Duitsland. En daar gaan we naar Bukas toe. We gaan naar Bukas en naar Caroliner. Caroliner is de maker van onze trailer. Onze trailer is een Buker trailer. Buka, een Duits merk. Buka. En die heeft Caroliner gemaakt. En die is dan bij de Caroliner. Caroliner, het lijkt op elkaar. Caroline. En dat is dan via de boer en dan. I have never felt so cool. Oh ja, we moeten nog 2:40 en dan zijn we in Köln. Dus wij gaan genieten van deze reis met Starbucks. Starbucks, if you see this, sponsor me. We zijn aangekomen op de Spoga en we hebben iets gevonden. Onze trailer, maar dan nog helemaal zonder bestikkering. Dus zo hoort hij er eigenlijk uit te zien. Wat vinden we van de Spoga tot nu toe? Ik ben nu ongeveer 1 minuut binnen, dus leuk. Maar ik heb nog niet zoveel gezien. We hebben wel al verschillende steentjes gezien, verschillende merken die we kennen. Dus we gaan even langslopen. Deur, dan kan je opzadelen in de trailer, want je hebt hier een deur, maar die heb je ook aan de andere kant. Loop maar mee. Dit is de large. Wij hebben de medium, maar dit is de large. Dan heb je ook nog hier aan de achterkant, dan zit het vast met van die klemmetjes. Heel gaaf. Ik kan hem zo ook op slot doen, waardoor niemand in je trailer kan. Dan heb je ook aan de andere kant. Dit is de zadelkamer zelf ook nog. En dan was dit het deurtje waar we net waren. Je kan deze ook uitschuiven. En dan kan je gewoon je zadels uitpakken. Zo, we zijn net ook in hal 7 geweest. Toen zijn we langs Quicknot geweest. Hele aardige mensen. Ze hebben nu ook een soort nieuw iets, waardoor je helemaal diamantjes Swarovski erop hebt. Super gaaf. Wij gaan nu naar Bukas toe. Daar moeten we 5 minuten zijn. En dan hebben we onze allereerste afspraak. We zijn inmiddels aangekomen bij Bukas. We hebben een hele mooie stand hier. We zitten hier gezellig aan tafel. We hebben eten. Kijk, dit ken ik. Dit durf ik te eten. Ik ben niet zo'n hele makkelijke eter. Maar dit durf ik. Ik had eerst dit. Stoofvlees. Stoofvlees. Het smaakt heel prima, echt waar. Is het te doen? Ja, het is echt prima. Maar kijk, dit het smaakt naar een soort tomatensoep met van die... Ik weet niet hoe je dat noemt. Hoe noem je deze dingen? Nee, een gevulde pasta. Dus dit durf ik te eten. Ja, dat is wel heel duur. Zijn we Lucas, samen met Jacob. En we hebben wat nieuwe spullen. Die komen wel pas volgend jaar uit, volgens mij. Maar, dus jij hebt wel een primeurtje, heb jij, hè? Ja, zeker. Zou je ze misschien laten zien? Ja. Ik wil eerst even uitleggen waar we zijn. We zijn nu in Duitsland, in Keulen. En daar is een vakbeurs. Alleen maar voor vakwinkels. Maar ja, jullie mochten ook komen. Dus jullie hebben eigenlijk al gezien wat over een half jaar allemaal leverbaar is. Dit is de nieuwe Sportsline collectie en die is in mooi zwart met een rood detail of in rood met een zwart detail. Dat is de Power Cooler. Die komt er ook in rood en zwart en dit is zwart met rood. Heel goed Tess, dat moet je nog een keer met zo'n dekje doen. Oh ja, die ook. Ja, roep maar. En we hebben een hele brave hond als model, we hebben er ook hondendekentjes van.
Hele brave hond. Ja, en een mooi bijpassend halster met een mooie staplijn. En een fijn oornetje. Hé, hey, en twee nieuwe kleuren vrienden voor volgend jaar voorjaar zomer. Violet green en green violet. En daar heb je hondje weer. Of met borstzaak. Weggeven, dan kan je die eigenlijk van je paard kan. Of die van je paard, moet ik even zeggen. Ja, of die van je paard kan ook. Heel erg bedankt voor het opleiden. Graag gedaan. Ja. Kom eens uit in het voorjaar en bij de betere Ruitsport speciaalzaken, bijna ja, overal kun je dit wel krijgen. Wij zijn nu bij een serieuze Duitse firma. Nee. Dus we moeten weer heel serieus zijn? Nee, Passé zijn we. De meeste zeggen Passé, mag ook, maar het is officieel Passé. Frans? Yes. Oui, oui madame. Nu maar dan, meer dan 150 jaar geleden is er een Franse familie naar Duitsland verhuisd. Dus het is officieel Passé. Maar we zijn nu bij Passé. Eén van de, misschien zo niet de beste, op leergebied. Hoofdstellen, zadels, singels. Super degelijk, hartstikke goed. Ja, ik heb het ook met mijn zadels. Ietsje harder tussen. Oh, ik heb het nu met mijn zadels. Ik heb die nu 3 jaar volgens mij. En ze zijn nog steeds zo mooi en zo fijn. Ik heb ook eens op een andere zadel gaan zitten. Ik denk, Want jij zit nog wel eens op andere zadels. Ja, nog wel. Bij Chardon nu ja. Onder andere. Dus dan heb je echt mooi vergelijk. Ja, zeker. En dan merk ik toch wel dat ik heel erg geneigd ben naar mijn eigen zadeltje. Met mijn mooie diamantjes en dingetjes. En welke heb je? Welk model? Ik heb ABS. Ja, ABS Pony. Ja. En met springen, dat weet ik niet. Dat is de Young Star of Young Flow? Ja, dat zou je goed zijn. Ja. Young Star. Met roze. Ja, die is gaaf. Heel gaaf. Heel gaaf. Gaaf. Volgens mij hebben we nou ook iets daarvan hangen. Ja, dat hangt daar. Ja, zullen we even gaan kijken? Ja. Dus wat ik ongeveer op een zadel heb. Ik heb 3 randjes. Dit hebben we er eentje. En ook met het roze lak weer. Ik heb het dan ook hier zitten. Volgens mij ook hier. Ja, dat hangt daar. En dan heb ik in het model van ja, dit zadel. Dit is wel een paardenzadel. Maar en dan heb ik in dit model. Geen mensen raken. Ik vind deze ook wel heel gaaf. Dit zijn allemaal voorbeeldjes van achterkantjes die je op je zadel kan laten verwerken. Wel op een nieuw zadel overigens. Dus als je een nieuw Passé zadel koopt, neem even de tijd om al die opties door te nemen. Ze zijn echt heel gaaf. Welkom bij Passé. Dit is We zitten nu in een soort collegezaal van mijn groep. We zitten in een soort collegezaal van mijn groep. We hebben een Spoga. Oh, ik heb het wacht even hoor. We hebben een Spoga Cup zo. We hebben het programma. We hebben Leo Vet. Ja. We hebben een vrouw. Met tatoeages. Ik heb geen idee wat het is. We hebben Pico. We hebben Ab en een boek. We hebben een bloknootje met een bijpassende pen. We hebben een apparaatje. Dat als mensen Duits gaan praten, dat wij zo in ons oor zo bliep horen dat het Engels is. Ik heb nog geen idee hoe dit werkt. Ik zie hier een aanknop en een plusje en een minnetje. We hebben een telefoon. We hebben een blije Tessa. Wel een beetje een moeie Tessa. Maar het gaat helemaal goed komen. Ik mis de school toch al nu in de vakantie. Dus we gaan nu lekker scholen. We are back in the car. Hoe laat is het? Het is 9:45. We zijn iets eerder weggegaan. Want we moesten nog heel lang rijden. We zijn nu ongeveer 11:30, 12:00 zijn we dan thuis. En dan hebben we weer een hele lange dag erop zitten. Het was wel heel leuk. We hebben ook een hoodiebag. Een hoodiebag gekregen en een video. Dat is
gaan we uitproberen. Dan kan je dat neerzetten en dan volgt hij zo bij een blondie. Mijn eigen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar wij gaan nu nog 2 uur naar huis rijden. En dan zijn we terug.